Bol is net langs geweest, pakje. Er zit... Je kunt horen, hè, denk ik. Nee, er zit Lego in. Maar ik heb het voor de eerste keer iets anders aan. Ik ga het straks samen met Stella ga ik het maken, hetgeen dat erin zit. Ze doet dat graag. Ze heeft eigenlijk nog niet zoveel Lego. Ik denk dat er Lego hier zit. Ja, daar. Dat is zo Duplo-dingen. Daar speelt de hele kleine mee. Zie ze echt nog niet veel. Maar ze heeft ook... Allee, ze heeft wel een trein nog boven. En ja, eigenlijk staat het meeste... Zo de Lego City staat allemaal boven. Dus eigenlijk heeft ze... wel meer dan dat. Dat zijn eigenlijk de dingen waar ze niet mee speelt. Dus de dingen die niet gebouwd zijn, die uit elkaar zitten, waar ze niet mee speelt. Maar ik heb het voor de eerste keer een klein beetje anders gedaan. Lex heeft de Lego goederentrein, de recentste. Ik had die ook als ik jong was. Ik heb die nog altijd. Maar die is ondertussen ook al een beetje geld waard. Alleen niet zoveel, omdat ja, ik heb daar de doos niet meer van. De handleiding zit gewoon in van die plastic dingetjes. Is helemaal opengescheurd. Het is niet in de perfecte staat. Maar ik heb voor het eerst, kijk, ik heb het... Zo kun je het zien. Ik heb gewoon letterlijk twee keer hetzelfde gekocht. Die ga ik straks maken, maar ik ga ene op zolder leggen. Die ga ik op zolder leggen. Ik ga die dicht laten, nooit open doen. Dan heb ik een over 20 jaar of zo, als ik dan nog leef. Als ik niet meer leef, mijn nabestaanden zullen er hopelijk aan denken. Misschien moet ik in mijn testament er iets over opschrijven. Maar op zich, er zijn nog mensen die dat doen. Ze denk ik zo Lego dubbel kopen. Eén dan om effectief mee te spelen of te bouwen en zo. En een ander om niks mee te doen. Nu, als je dat wilt doen, dat is een investering. Denk ik niet dat dit de beste set is om dat mee te doen, hoor. Absoluut niet. Dit is gewoon... die kost ook maar... hoeveel? 15 euro. Nee, nog... Ja, 14,99 denk ik was. 15 euro was het voor dat setje. Maar ik vond het gewoon een leuke. En ik dacht, ja, het is niet veel geld, dus laten we ons een keer zo doen. En er een investering van maken ook. Het is de 75895 1944, een Porsche van 1974, een turbo. 911 turbo 3.0. Ah, hier staat Drive in Forza Horizon 4. Ik heb dat gezien bij de Xbox One. Je kunt die kopen met Forza in Lego editie. Dat lijkt me nog wel een toffe. Ik moet toch een Xbox kopen voor mijn spelletjes te kunnen spelen. Dus misschien dat er binnenkort een Xbox met dat spel ook... dat is puur toeval nu. Ik zal het opnemen als ik straks met Stella... Die ene, ik ga die snel gaan verstoppen dat ze dat niet ziet, want ik denk niet dat ze dat gaan kunnen dichthouden als ze weet dat er nog eentje is. Okay. Ze is niet te stoppen, hè? Nee, is niet te stoppen. Het zijn drie zakjes. Stickers. Ja, volgens een boekje. Ja. Kijk maar al. Maar jij moet al die zakken open hebben, hè? Ja. En dan naast het mannetje te maken. En deze ook voor het mannetje te maken. Dat weet ik al lang niet. Dan moeten we die ontdekken. Het leefje van het mannetje. Oh, oh. Ja, ik ben al bezig. Ik ga het laten zien. Kijk, die staan hier ook al. Ze vroeg zich af of dat die keeltjes dan ook mee in de doos zouden zitten. Ja, maar ze zitten erbij, hè. Of ze naar. Ik doe ze helemaal aan. Maar dat hij op weg aan een missie moet. Waar is zijn broek? Die broek ga ik wel vinden. Ik zal eens kijken, hè, voor de rest. We moeten beginnen met dat geel blokje. Oei. Zo begint elke Porsche in de fabriek. Met een hele 2x3. Die doe ik graag. Zal ik de blokjes zoeken dat hij ze erop zet? Ja. Zo? Nee, met de puntjes aan de andere kant. Ja, zo. Vanaf hoeveel jaar is dit? Vanaf 7 jaar. Hoe oud ben je?
bijna zoveel. Je wordt... Zoveel. Eind dit weekend word je 5. Nee. Nee, ik word op school 5. Maar ja, je had de vrijdag. Ja, de vrijdag 4, maar het is eigenlijk de zaterdag, denk ik, je verjaardag. Nee. En dan mag je niet verjaardag. We zijn 2. Ook gaan we kiezen. Want ze zijn 2 dezelfde. Ja, oké. Okay. En dan moeten we... Ja, dat is al goed. We hebben al dit. En dan moeten we met dat stukje verder doen. Wat gaan we dan doen? Oh, maken we een nieuw pop? Wel, dat zal, als dat de voorkant of de achterkant is, is dat de achterkant of de voorkant. Zo. Ja, en die handen daar ook tegen. Moeilijk om in elkaar te krijgen. Ja, helemaal een basis. En we moeten dit zo pakken. De pijlen voor als er gevaar was. Die zo zitten als er gevaar was. Anders moet je dat stoppen. Nu die gladde. Eet elke! Zon is hier aan rondgelopen. Ja. En die. Want we moeten weer zitten. Achter de zijkant. Ja. De zijkant zo. Ja. Ik heb dat mannetje er zo in. Hé, hey, waar is dat ervoor? Zo. Zit je goed, Telde? Hé? Zat je. Zo. Ja, goed. En nu de die. Ja. En die ook. En die daartussen. Wat was dat? Dat was dat die nog niet goed staan. Ja. Dat is nog niet goed. Dat was handig. Dat is een gek blokje. Als ik jong was, dan bestond dat blokje niet eens. Hallo! Boom, boom, boom. Ja. Ik ben hier gestart. Pop, kijk, ik weet dat de lek doet moest. Ja. Dat zit hem er al in, hoor. Ja, en het stuur ook. Een plant erbovenop. Hier is mijn plant. Ja. Die erbovenop. Dan moeten we die vast hier zo tussen zetten. Maar dan zijn de wielen vol en dan kunnen we van de autootje gewoon naar rijden. En dan die plot zo erop. Ik hoef niet meer mee te kijken, ik kan het al helemaal niet. Zeer goed. Kijk, die mag je al erin doen. Dat zijn de koplampen. Ja. Dat is alvast dat hij er niet zal uitvallen. Jawel. Het is wel juist. Kijk maar. Ja, dat hebben we wel. Ja, die door de zorg. Die zit al klet vast. Ja. Dat is alvast de tak zijn, pap. Mm-hmm. Cool dak. Dat is helemaal een witte auto. Nee, maar je kijkt niet. Je moet kijken hier. Dan draai je altijd met je vinger. Als het blokje moet draaien, draai ik met mijn vingers. Nee. Goed zo. Die draait rondjes. Ja. Maar die draait rondjes. Kijk, die draait rondjes. Een raam en een dak. Ah, de wielen. Nu de wielen, de witte. Ik kijk zelf niet op het brandje. Ja, kijk, pap. Die is helemaal hetzelfde. Dat is niet java. Ik ben meester. Aan de andere kant ook nog weer. En dan zijn we al klaar. Dat zijn alle reserveblokjes. En de stickers. Ja, die moeten ook nog opzetten. De stickers, ja. Hoe kan je dat niet vergeten? We moeten nog meer stickers hebben. Kun je
Zo dus. Voilà, is klaar. Zodat die stukjes maar wat in het leer aan doen. We moesten die, pap. We moesten die eigenlijk, pap. En die niet. Of een van die oude die ik ken.